Ja, van harte welkom bij Sporttribune live hier in de studio aan de Damlaan 35A. En alle genomineerden van de Fleet Awards worden vanavond in het zonnetje gezet. En dat gaat niet alleen om sporters, maar dat gaat ook om vrijwilligers. Wat te denken van geweldige sporters, sportploegen, sporttalenten en de vrijwilligers individueel en de organisaties wat betreft die vrijwilligers. Achter mij staat Hans Slootmaker als presentator en Arjan Groenewegen en de deugd in het midden zou ik bijna zeggen. Dag Nadien Stemerdink, onze wethouder van onder andere van sport. En daar gaan we natuurlijk straks mee openen. Want we zijn er tot en met de klok van 10 uur. En we hebben iets unieks bij Midvliet. Want er mag vanavond ouderwets, jeugd, let op, gestemd worden per telefoon. En daarvoor zitten aan de telefoon, misschien zit hij er al, want je mag vanaf nu gaan stemmen. 070-320-2266. En daar zit, ik zie hem al, is een paarse trainingjack zitten, Martijn de Zoete. Die is verantwoordelijk onder andere voor sport en welzijn. En daarnaast Laura Visser. En die gaat over de vrijwilligersprijs. Nou, we gaan niet heel veel praten, want we hebben een overvol programma tot die met die klok van 10 uur. Ze zijn er bijna allemaal. Geweldig. En we gaan ze in het zonnetje zetten. Wie we ook in het zonnetje zetten, want ja, Nadien, geweldig hè. Vanavond weer die sportprijs. Ja, we stonden hier vorig jaar rond deze tijd ook. Hoe vind je het nog steeds, zulke soort hoogtepunten? Ja, dat is toch hartstikke gaaf dit. Elk jaar is gewoon weer een feestje. En wat ben ik blij dat we een aantal jaar geleden hebben besloten om de sportprijs weer gewoon herin te voeren. En ook de vrijwilligersprijs. Want we hebben zoveel te danken aan al die mensen die gewoon elke dag heel erg hun best doen. En het heet nu Fleet Awards. Ja. Wil je even toelichten waarom die keuze is genomen? Nou, we hebben echt gekeken naar een combinatie maken van diverse prijzen. We hebben de cultuurprijs, de vrijwilligersprijs, de sportprijs en de ondernemersprijs. En we hebben gekeken naar welke combinatie is er mogelijk. Nou, we vonden sowieso sport en vrijwilligersprijs gewoon heel goed bij elkaar passen. Omdat natuurlijk ook heel veel vrijwilligers werkzaam zijn in de sport. En dan, nou, laten we die gewoon gaan samenmaken en samenvoegen. En dan de Fleet Awards, nou dat is natuurlijk logisch, want ja, de Fleet verbindt onze gemeente. Dus zo eigenlijk. Ja, nou vanavond zetten wij ze dus allemaal in het zonnetje. Het is leuk dat ze er ook bijna allemaal zijn natuurlijk, want dat maakt het dubbel zo leuk. Sommige kinderen vinden het zelfs heel erg spannend. Kan je wel een beetje voorstellen, hè? Ja, zeker. Het is ook hartstikke leuk toch als je toch op de lokale tv mag komen live. Jammer, dan kun je niet een beetje knippen en zo. Maar het is ook waanzinnig gaaf voor die kids. We hebben hier voor mij ook vorig jaar zomer stonden we hier. In 40 graden kan ik me nog herinneren. Ja, en dan zie je gewoon hoe gaaf ze het vinden. Maar ook, dat ook weer gelijk een stukje motivatie, hè? Om weer extra toch weer een beetje beter hun best te gaan doen. En andere mensen denken van nou, weet je, als ik nou ook volgend jaar daar kan staan, dan is het natuurlijk wel heel erg gaaf. Even een serieus moment, want het is vandaag maandag 27 januari. Ja, en het is de Holocaust-herdenking. Ik mag hier vrij staan. Zoals wij hier staan, zijn we vrij. We mogen zeggen wat we willen. Is wel heel belangrijk, hè, om dat te blijven herdenken. Het is ongelooflijk belangrijk. 75 jaar vrijheid. 75 jaar dat we mogen zijn wie we zijn. Dat we mogen zeggen wat we denken. En dat ook iedereen mag gaan en staan waar hij wil. En ik denk dat we er soms te weinig bij stilstaan. De offers die de mensen hebben gebracht voor ons. Dat wij hier zo kunnen gaan staan. En dat al deze kids hier ook gewoon lekker kunnen sporten. Dus dat is een ongelooflijk belangrijk moment. Daarom ga ik dadelijk ook weg. Want om 19:30 is de herdenking op het gemeentehuis in Leidschendam. En daar ben ik ook bij. En ja, ik vind het gewoon heel erg goed dat we daar gewoon sowieso één keer per jaar. Maar eigenlijk zouden we daar elke dag wel even bij stil mogen staan. Want het is, ja. Fijn dat je hier bent toch, dat je de tijd nog even hebt genomen. Ik zou zeggen voor jou is even de microfoon, want jij mag tot al die sporters en thuis natuurlijk praten. Er wordt geluisterd, er wordt gekeken op kanaal 41. Ik zou zeggen wensen heel veel succes namens jou als wethouder. Oké, okay, nou, die camera, kijk. Ik wens iedereen ongelooflijk veel succes, want we hebben een ongelooflijk mooie
Een gemeente met heel veel sportverenigingen en individuele sporters. En dan ben ik trots op jullie dat jullie ook het afgelopen jaar weer zo ongelooflijk goede prestaties hebben geleverd. En ook dank aan al die vrijwilligers bij de verenigingen. Want jullie maken het mogelijk dat al die mensen elke dag weer naar hun vereniging kunnen gaan. En lekker aan een biertje en lekker aan de bar een biertje kunnen bestellen. En ook dat er weer overal scheidsrechters zijn. Dus dank jullie wel daarvoor. En zet hem ook op vooral. Ja. Dankjewel Nadine. Ja? Veel succes vanavond. Ja. En fijn dat je bij ons was. Ja. Wij gaan februari. Ja. Nu ga ik wat moois doen, want ik hoop dat de camera mij kan volgen. Want ik ben op mijn bijna 60ste verjaardag heel snel. Ik ga naar het telefoonpanel. Ja, we hebben een heus telefoonpanel. Oh, ik hoef niet te rennen, wordt daar gezegd. Maar ik moet wel laag houden. Kunnen jullie me nog volgen? Ja, want daar zit Laura Visser. En er wordt gebeld. Ja, Laura. Wordt er al gebeld? Nou, nog niet. Maar we zitten er klaar voor. Dus alle stemmen zijn welkom. Dit is geen telefoontje voor... Dit is een telefoontje voor Midvliet. Voor Midvliet. Moet ook gebeuren. Maar Martijn de Zoete zit ernaast. Die camera. We luisteren gewoon één tel mee. Martijn, heeft iemand aan de telefoon? Hij doet het weer. Ja. We zijn er weer. In ieder geval wordt hier gestemd. Dit is Laura Visser. Ga zoveel bellen dat je een rood oor hebt straks, Laura. En Martijn de Zoete natuurlijk ook. Dus wij... het telefoonpanel, je kan bellen 320-070-2266. En wij gaan nu nog een sloot maken aan Anjan Groenewegen. Want de eerste genomineerde is gearriveerd. Aan jullie. Ja, en de eerste is gearriveerd. Dolden Turk. De dochter van de hoofdtrainer van Volgensport. Ja, klopt. 10 jaar geleden, ik zie je nog komen bij RKVV, als Ukkie, het heette toen minioren, met je moeder. En toen viel mij al op dat je kon voetballen. Ik deed dat toen niet alleen als trainer, ik deed dat met iemand anders, Joop van der Rijden. En helaas is die meneer een paar dagen geleden overleden, en morgen begraven. Do, ik zou zeggen, ga onze luisteraars en kijkers eens even mededelen. Wat heb jij in die afgelopen 10 jaar bereikt en wat wil je nog bereiken? Ja, ik heb 10 jaar lang bij RKV gespeeld en ik heb daar altijd in de hoogste teams gespeeld. En dit seizoen speel ik voor het eerst bij Volgensport, bij de jongens onder 15-1. En ik speelde vorig jaar bij landelijk onder 14, daar was ik aanvoerster. En... Maar dat was toch niet bij Volgensport en bij RKVV? Dat is waar. Maar ik heb daar toch gespeeld. En ik mocht, omdat ik het zo goed deed, mocht ik met de onder 15 nationaal mee. Daar heb ik het nationale voetbalteam, hè? Ja. Want dat weten de luisteraars denk ik niet. Nee, dat is het Nederlands elftal voor meisjes onder 15. En omdat ik het zo goed deed, mocht ik met hun mee. En daar heb ik 2 keer 2 interlandsperiodes mocht ik meedoen. Heb ik 2 interlands mogen meespelen tegen Amerika. Dan hadden we 1 keer gewonnen en 1 keer verloren. Wat is je positie in het veld? Centraal achterin, op 4 meestal. Meestal op 4? Ja. Nooit een andere positie gehad? Nee nooit. Nooit? Nee. Nu heb je het Nederlands elftal al bereikt. Mm-hmm. Ja, ik ken je dus al een kleine 10 jaar. Mm-hmm. Je weet hoe ik over jou denk. Ja. Want wat is je ambitie? Later het Nederlands elftal halen, denk ik. Dat denk je, dat wil je toch? Ja, heel graag. En het liefst in het buitenland, naar het buitenland toe, om daar te spelen. Voor Barcelona of Arsenal, denk ik. Dat maakt je niet uit of je naar Engeland of naar Spanje? Nee. Barcelona of Arsenal? Nee, dat maakt echt niet uit. Nee? Nee. Mag ik je wat vragen? Wie staat er op nummer 4 in het Nederlands dameselftal? Van der Gracht. En is nou Van der Gracht je voorbeeld of is dat Veurtje van Dijk? Nou, alle twee wel. Ze zijn alle twee keihard. En daar hou ik wel van. Ben jij ook keihard? Ja, meestal wel. Maar dat moet ook wel als je bij de jongens speelt. Precies. Vind je het... je hebt bij de meisjes tot onder 14 gespeeld. Nu speel je bij de jongens onder 15. Waar leer je nou het meest? Toch wel bij de jongetjes. Omdat ze daar harder zijn. En het tempo is toch wel sneller. En dat kan je gewoon bijbenen? Ja. Echt? Ja,
al bijna 11 jaar lang doe ik dat. Dus het gaat allemaal goed. Ongelooflijk. Mm-hmm. Ja. Nu heb je een hele moeilijke periode gehad, weet ik. Je bent geblesseerd geweest. Ja, nou, dat is niet voor onze doe, hè? Nee, ik ben in totaal 3 maanden geblesseerd geweest. Was tijdens de wedstrijd kreeg ik een schop van een jongen. En toen is daarna is mijn enkel ontstoken geworden. Toen ben ik er 3 maanden uit geweest. En ik ben nu weer rustig aan het opbouwen. Ja, want achter het panel zit je huidige trainer, hè? Ja, dat klopt. Martijn de Zoete. Ja. En die zegt, Do heeft het nu moeilijk. Ja, klopt. Ja, maar dat komt wel goed. Ik weet ook van je dat je speciaal eten doet. Je eet niet geen patatjes meer. Heel af en toe wel. Toch wel? Ja, dat mag wel. Ja, voor mij mag alles hoor. Nee, maar af en toe mag wel iets lekkers. Maar ik let wel op mijn voeding. Ja? Mm-hmm. Sinds wanneer doe je dat al? Ik denk nu 4 jaar lang, sinds ik bij de KNVB zit. Ja. Heb je dat als opdracht gekregen van de KNVB? Ja, ook. Ja, ook. Want misschien dat je eens een keer kan uitleggen, hoe kom je nou in zo'n nationaal elftal terecht? Want je zegt maar, ja, ik speel nu onder de 15, net of het niks is. Nou, ik heb het nooit gehad, ook niet bij de mannen. Nee, nou, keihard trainen en altijd je best blijven doen en dan, wie weet, word je gescout. En hoe gaat dat scouten? Nou, je gaat zeg maar in een hele grote groep gaan we trainen, allemaal wedstrijdjes. En elke ronde vallen een aantal personen af. En uiteindelijk wordt dat 1 team. En dan speel je voor landelijk of nationaal. Of West. Nou weet ik, als je dat nationale team speelt, dat je een aandenken krijgt. Krijg je dat ook bij jullie? Ja, zeker. Ik heb een soort speldje gekregen. Omdat ik met onder 15 heb ik meegedaan. Voor een soort aandenken. Je zei je alweer een paar minuutjes geleden. Ik zit nog steeds in de selectie. Wanneer gaan jullie weer trainen? En waar? En wanneer? En spelen jullie nog oefenwedstrijden tegen andere landen? Nou, ik heb morgen moet ik met onder 14 landelijk moet ik naar PEC Zwolle toe. Moet ik tegen de belofte dames. En dat is een hele dag. Gaan we eerst trainen, daarna eten of een workshop. En daarna heb ik een wedstrijd. Tegen PEC Zwolle dan. Maar moet je dan niet naar school? Nee, ik heb gelukkig vrijgekregen. Daar is de school heel makkelijk in. Als ik goede cijfers haal, mag ik gewoon weg. Dus ik ga ervan uit dat je er ook goede cijfers haalt? Ja, dat haal ik zeker. Ja? Ja, het is soms wel zwaar met school en voetbal, alle twee tegelijk. Maar het gaat goed. En heb je nog echte mensen die jou supporteren? Ja, mijn familie en mijn vrienden. Dus... Noem eens een paar namen. Mijn moeder, mijn oma, mijn opa, mijn vader. Ja, en mijn vriendinnetjes. Je vader is natuurlijk een oude bekende voetballer hier, ook in de Haagse regio. Is hij nou op jou extra kritisch? Nou, jawel. Soms. Mijn moeder meer. Echt? Ja. Ja? Mm-hmm. Ja, die is er elke wedstrijd. Nou, je vader moet natuurlijk trainen. Zaterdag. Ja, ook. Ja. Nou, dan hebben we nog eigenlijk 1 minuutje over voor jou. Om gewoon aan iedereen, zowel hier als thuis, te vertellen waarom ze op jou moeten stemmen. Mm-hmm. Nou, stem op mij. Ik vind dat ik deze prijs win omdat ik als enigste meisje al 11 jaar lang bij de jongensvoetbal. En omdat ik met het Nederlands elftal ben ik ook ver gekomen en aanvoerster ben ik daar. Ja, dat vind ik wel een puntje. Ja, en zoveel internationals hebben we niet in Voorburg. Nee, dat is waar. Ja, precies. En zeker bij het voetbal. Mm-hmm. Do, verder. Veel succes. Dankjewel. En ik ga ervan uit dat je nog eens op de velden tegenkomt. Jawel, denk het wel. Dankjewel, Do. Do, dankjewel. Geef toch een applaus. Do den Turk. Ja, geweldig. En als je ook fan bent van Do den Turk, bel dan naar de studio 070-320-2266 en zorg dat die panelleden van die bij de telefoon zitten zo'n rood oor krijgen van het opnemen. Dus ben je fan, Do den Turk, 070-320-2266. Ja, en we gaan nu naar iemand uit dat telefoonpanel. En dat is Martijn de Zoete van Sport en Welzijn Rijswijk. Leidschendam-Voorburg. Ja, het scheelt maar 5 kilometer, hè, soms, hè? Soms ja. 100 meter. Martijn, we hebben de eerste genomineerde gehad, natuurlijk. Ja, zeker
Nu hebben wij een hele mooie avond hier georganiseerd. Maar het grote gebeuren, ik zal maar zeggen, dit is een soort try-out. Het grote gebeuren gaat natuurlijk plaatsvinden op donderdag 13 februari. Helemaal, ja, klopt, correct. 13 februari, de Kastelenring, sporthal van RKV en SEF. Gaat het gebeuren, de eerste editie van de Fleet Awards. Ja, het werd al gezegd, Fleet Awards is nieuw. Ook voor jullie neem ik aan. Wat is er voor alle duidelijkheid veranderd? Dit jaar is eigenlijk de vrijwilligersprijs, de cultuurprijs en de sportprijs die de afgelopen jaren los werden georganiseerd, zijn dit jaar samengekomen. Zowel de verbindingen worden gelegd. Nou, dat is te zien aan zo'n avond als dit, waar jullie ook onderdeel van uitmaken. De cultuurprijs die zit een aparte avond, de avond ervoor, 12 februari. En wij, ja, we gaan er samen gewoon een fantastische avond van maken voor de samenwerking. En zowel voor de vrijwilligers als voor alle sporters binnen de gemeente. Dat klopt, want ook die vrijwilligers, ja, ze zijn letterlijk onbetaalbaar. Er is wel eens gezegd, als morgen al die vrijwilligers stoppen, dan ligt Nederland letterlijk plat, hè? Ja, zeker weten. Ik denk dat we in onze handen moeten knijpen tegenwoordig in deze tijd helemaal. Want veel vrijwilligers, alles draait bijna op vrijwilligers. Ja. Ik denk dat jullie er ook over mee kunnen praten hier intern. Ja. En ja, fantastisch. Daar moet, ja. Ook fantastisch dat die mensen zeker zich inzetten. En dat is, ja, in alle sectoren is dat denk ik zo. In de sportkant, in, ja... Ik al zei, heel breed. Voor de goede orde, daar is Laura Visser verantwoordelijk voor. Hè? Voor die, het verzamelen van al die vrijwilligers. Ja, 13 februari, is het zo? Hoe moeilijk was het om toch aan genomineerden te komen? Kan je daar een tipje van de sluier oplichten? Ja, de genomineerden, ja, het begint natuurlijk eerst met de aandragingen. Voor zowel de vrijwilligersprijs als de sportprijs. Sportkant, laat ik het zo zeggen. Moeilijk, ja, de aandragingen wel. Ja, Fleet Awards is natuurlijk wel weer een nieuwe naam. Dus het is wel heel erg merken van, ja, hoe moet dat en... Wat is het nou precies de Fleet Awards? Nou, ik moet zeggen, er zijn aardig wat aandragingen geweest. Waardoor er dus een shortlist is gemaakt en nu de, ja, waar nu op gestemd kan worden. Dus is het moeilijk? Nee, er zijn echt wel wat aandragingen geweest. Maar kan het meer en breder zeker weten. En dat merken we vooral in de onbeperkte topper eigenlijk. Waar sommige clubs, natuurlijk maar een klein aantal clubs, die iets met mensen met een beperking doen. En daar merk je toch wel dat het wat moeilijker is. En soms clubs die aangeven, ja... We willen niet weer op de voorgrond treden, waarvan ik dan denk van ja, doe het gewoon. Want die mensen moeten echt in het zonnetje gezet worden, juist daar. En juist die club mag je er trots op zijn dat je die afdeling hebt. Dat is denk ik het mooiste als ik zie bij SEF, bij de spreker, de G-afdeling. Ja, vind ik fantastisch om te zien. En bij Cartouche Idendito, dat is fantastisch. En vind ik wel jammer dat daar minder aandragingen op gekomen zijn. En dat is hopelijk volgend jaar zeker weer volle bak. Laat ik het daar houden. Nederland is een land van, we gaan stemmen. Dus digitaal ook. Er kan digitaal gestemd worden op sporters, sporttalenten dus, sportploegen en die vrijwilligers natuurlijk. Hoe loopt dat? Ja, de stemmen gaan echt heel goed. We hebben een kleine 5000 stemmen voor zowel de vrijwilligerskant als de sportkant. Dus dat is echt fantastisch, omdat door het publiek al, en dat merk ik heel wel, dat de talenten en de jonge vrijwilliger, dat daar echt veel stemmen op zijn. Dan merk je toch, zitten wat meer op social media, Instagram, Facebook, dat ze daar en nog meer stemmen binnen kunnen halen. En ja, ik vind 5000 stemmen vind ik echt gigantisch. En we hebben nog een week, dus laten we allemaal gewoon, ja, bel vooral dadelijk. Ik wil niet de hele avond hier zitten en geen telefoon hebben. Dus wel gerust, ja, fantastisch. Zet hem onder druk, mensen, deze man. Hij kan nog wel wat hebben, hoor. Hij is jong. En dan kunnen we bellen naar 070-3202-266. En voor de goede orde, die stemmen worden meegeteld in het totaal. Dus ik zou zeggen, denk je van, nou, die sporter of die vrijwilliger, die gaat het worden. Bel strakjes in ieder geval. Ik zie er al eentje in het hoek glimlachen. Die denkt, ben ik straks aan de beurt? Ja, je bent straks aan de beurt. Martijn, overigens even voor de cultuurliefhebbers tussendoor. 12 februari is de uitreiking. Echte uitreiking is het niet, maar dat is in ieder geval de cultuuravond, hè? Ja, nou, de cultuuravond, die hebben het inderdaad zelf inderdaad gedaan. En die gaat het ook. De stemmen gaan werken precies hetzelfde. En daar gaat ook een fantastische avond worden voor ze. Dat weet ik zeker. Wij zullen er ook heen gaan. En ook om te kijken. Iedereen kan zich via de site ook aanmelden om daarheen te gaan 12 februari. En daarnaast ook bij ons natuurlijk aanmelden. Maar ik hoop dat het volgens jaar samenkomt. Daar ga ik wel vanuit. En even onder ons. Ben jij nou die trainer van Doden Turk? Ja, dat klopt. Ja, sinds dit jaar inderdaad ben ik blij dat we zo'n fantastisch talent hebben. En ik vind het fantastisch om te zien dat een meid die zo van het voetbal is en van het voetbal houdt, er zo hard voor werkt en voor gaat. En dat vind ik wel fantastisch om te zien. En ik ben blij dat ze bij ons, het jaar van de blessure is even jammer. Maar mentaal maakt ze een hele goede ontwikkeling door daarnaast. En dat hoort ook bij. Nou, dankjewel Martijn. Ik zou zeggen, als de Wiedewaai naar de studio om de telefoon op te gaan nemen...
Terwijl de floormanager Florian van der Heijden ons streng maar rechtvaardig zegt van nog 1 minuut. Mooi is dat hoor. Is jammer dat hij niet in beeld is. Maar we hebben een genomineerde, Hans. Ja, Nicky Albers. Nicky, welkom. Dank u wel. Nicky, de zwemsport. Ik zou zeggen, zeg tegen de luisteraars en de kijkers wat je allemaal daar doet bij de club waar je zit. Is goed. Nou, ik geef dus zwemles aan kinderen van 4 tot 15 jaar en ouder. En dan, geef ik les. En ik ben vrijwilliger en ja, dat. Je bent ook nog vrijwilliger? Vrijwilliger, ja. Ja? Zwem je zelf? Ja, ik zwem zelf ook. Ik doe het 1 uurtje per week zwem ik zelf en dan doe ik zelf snorkelen. En voor de rest geef ik dan 4 uur geef ik in de week les. Hoe ben je bij de zwemclub gekomen? Door een oude buurman van mij. Die zwom daar ook. En die zei, ja, je zit niet op een sport. Wil je dit misschien eens een keertje doen? Dus nou, ik ging eens een keertje mee. En toen vond ik het eigenlijk wel leuk. En toen ben ik daar eigenlijk gekomen. Ja, ik lees in de papieren assistent dat je bent. Zwemincentrice. Waarom niet gewoon de assistent weg? Sorry, nog een keer. Waarom assistent? Moet het echt assistent zijn of mag je het allemaal zelf doen? Nee, nou, eigenlijk ben ik assistent. Maar soms als er niet genoeg bemanning is, dan doe ik zelf ook gewoon een les. Ja? Ja. En hoe ziet zo'n les eruit? Het verschilt per groep. Het verschilt echt per groep. Als je kleine kinderen hebt, dan doe je allemaal verschillende dingen en dan ga je ze proberen echt allemaal slagen proberen te leren. En als ze al wat ouder zijn, dan proberen ze nieuwe diploma's aan te leren en meer technieken. Weet je, Hans, ik vind het zo mooi. Ze doet heel bescheiden. Kijk even in die camera. Ja. Het is helemaal niet spannend hoor. Want weet je wat ik zo geweldig aan jou vind? Zal ik dat eens vertellen? En ook voor de mensen die kijken op dit moment. En ik ga natuurlijk tegen iedereen zeggen, je moet gaan stemmen. Maar jij doet er zo bescheiden over. Ze is 15 jaar en dan ben je assistent zweminstructrice. En ze willen allemaal jou. Nee, ik wil bij jou. Klopt toch een beetje? Klopt wel een beetje, ja. Het gebeurt wel vaker. Hoe komt dat? Heb jij iets over je van enthousiasme, van inlevingsvermogen in de kinderen? Vertel eens even. Je krijgt nu de kans hè, om reclame te maken voor AZL. Zeker waar. Nee, nou, omdat ik best wel jong ben, dan begrijp ik ook de kinderen. En die kinderen vinden het hartstikke leuk om juist een jonger persoon te hebben die hun les geeft. En daar trekken ze het liefst gewoon best wel naartoe, omdat het dan wat leuker en energieker is, vinden die kinderen vaak. Dus dat is ook gewoon erg leuk om dan die kinderen gewoon leuk en blij te zien. En als ik mijn been breek straks, heeft ze ook nog EHBO, Eva. Ja. Ik kijk even naar de cameraman. Dus mocht hij struikelen, toch? Dan kan je EHBO toepassen. Dat zou kunnen, ja, zeker. Ja, ik ben nu ook bezig met mijn EHBO-cursus. Dus dat zou zomaar kunnen. Hey, heb jij een idee door wie je bent genomineerd? Ja, volgens mij door mijn voorzitter van de vereniging. Oei, die heeft er al kijk op. Hey, ben ik wel zeker. Ja. Ja, dat is niet mis in ieder geval. Hey, hoe ver wil je hierin komen? Wil je het beroep wel ook van maken? Nou, ik wil er wel ver in gaan. Je hebt meerdere niveaus om les te kunnen geven. En niveau 3 is dan heel hoog, dat je een eigen groep echt kan lesgeven en kan voorbereiden lessen. En dat zou ik wel eigenlijk willen bereiken, dat sowieso. Die groepen, uit hoeveel kinderen bestaan nu ongeveer? Ja, verschilt. Als je nog van A tot C, dan ben je met 10 kinderen bezig. En je zegt van A tot C, wat houdt dat in precies? Diploma A, B en C. Dus dat zijn echt je goede zwemdiploma's die je nodig hebt. Daar zitten meestal 10 kinderen of zoiets in. Ja. Maar als je zwemvaardigheden hebt, dat is dan weer een ander diploma waar je allemaal verschillende technieken moet gaan kunnen beheersen. Dan ben je al rond de 20 soms. Ja. Jongens en meisjes, ga ik vanuit? Ja, ja, allemaal door elkaar. En ze doet ook, je geeft ook workshops. Ik heb workshop koken, maar deze workshop, daar ben ik nog niet mee. Ja, ik heb ooit een workshop gedaan, want de vereniging bestond 50 jaar, als het goed is. En toen waren er workshops en toen mocht ik zwemmersmin zwemmen geven. Ja. En nou gaan we vragen, kijk in camera 3. Het zijn er maar 2, sorry. In camera 2 of 1. Waarom moeten ze op jou gaan stemmen? Ja, en dan ben jij zo bescheiden. Dan denk ik, nou, maar goed, jij krijgt nu een reclameblok van 1 minuut om dat eens te gaan verwoorden.
Ja? Okay. Heb je daar niet genoeg aan? Nee, ja. Of wil je 5 minuten? Nee, zeg het maar. Nou, het zou hartstikke leuk zijn als jullie op mij stemmen. Dat ik het gewoon win. Dat zou echt super leuk zijn. En natuurlijk ook voor de zwemvereniging om te laten zien dat zwemmen er wel echt toe doet. En zeker als vrijwilliger om daar gewoon te kunnen werken en er te staan. En die kinderen er echt bij te kunnen helpen. Dat zou echt super tof zijn. Dankjewel. Dankjewel, Nikki. Nikki, 15 jaar en wil je op haar stemmen? Bel naar 070-320-2266. Nikki Albers. En het gaat om de jonge vrijwilligster tot 25 jaar. Dankjewel. Nikki, jij krijgt een applaus, Nikki. Dankjewel. Goed, we gaan gelijk door. Ja, er is geen tijd voor muziek vanavond, kan ik u verzekeren. Want ze zitten daar te zweten, hoop ik, van het telefoonpanel, van het bellen op dit moment. En dat gaat gestaag door, heb ik begrepen. We gaan naar de volgende. Als ik het goed is dat Jelsie van Ruiven, als ik het... Nou, volgens mij krijgen we nog op een papier Lisa van der Wenga. Ja, je hebt gelijk. Leuk is dat met live uitzending. Ja, dat maakt niet uit. Dan hoor. Mag er ook wat niet goed gaan. Dat is het leuke eraan. Maar ik hoorde 5 minuutjes geleden dat ze er nog niet was. Dus ik weet niet of ze er nu wel is. Lisa Wijngaard, die doet aan taekwondo. We zijn even op zoek naar haar. Maar Jelsie is gearriveerd. Jelsie van Ruiven. Dan gaan we vragen of Jelsie hier wil komen. Jelsie van Ruiven. Verleden jaar was ze er nog niet. Volgens mij was je toen ook genomen. Dag Jelsie. Dag Jelsie. Welkom, hè. Je moest zeker haasten, hè. Ja. 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 Je moeder was al in de stress. Dat gaat ze niet redden om 7:30. Daarvoor hebben we het later gedaan ook. Jelsie, welkom. En luisteren 20.000 mensen naar jou nu voor radio en televisie. Nee hoor, dat is gekheid. Hé hey, Jelsie. Ik... Ongelooflijk wat jij allemaal presteert. Je bent nog geen 18, dus je mag nog geen meedoen aan de sporter van het jaar. En nog altijd aan sporttalent. Ja. Maar wat een talent ben jij. Ga jij nou eens vertellen in die camera wat jij allemaal hebt gewonnen? Nou, afgelopen jaar ben ik 10 keer Nederlands kampioen geweest. Volgens mij nog 3 keer tweede en 4 keer derde van Nederland. En nog 2 keer het algemeen klassement van mijn leeftijd. En naar welke afstanden? Ja, eigenlijk best wel gevarieerd. Sprintafstanden, maar ook nog wat langere afstanden. En wat is bij jullie de sprint? Is dat 25 meter? Is dat 50 meter? 50 meter. 50 meter. En waar gaat je voorkeur nou uit? Op welke slag? Nou, het liefst borstkrol, maar ik ben eigenlijk ik kan eigenlijk alle slagen. Dus ja. Dan ben je geblesseerd geweest, hè? Ik ben ziek geweest een tijd, 2 maanden ongeveer. En ik kon daardoor minder trainen, minder zwaar. Maar ik bleef toch geloven dat ik het kon en het kwam uiteindelijk toch nog allemaal goed. Dus, ja. En je bent weer helemaal hersteld? Ja, gelukkig wel. Dus nu op naar de limieten voor de Europese kampioenschappen, de Nederlandse kampioenschappen, de wereldkampioenschappen? Ja, nou, in juni zijn de Nederlands kampioenschappen en in juli zijn de Europese kampioenschappen en daar ga ik me proberen voor te kwalificeren. En waar zijn die? In Oostenrijk. In Oostenrijk. Zo, weet je ook toevallig nog een plaats? En dan ga ik het over de Europese, want de Nederlandse zullen wel in Nederland zijn. In Oostenrijk is het volgens mij in Graz en dan in Nederland is het gewoon in Eindhoven. Nou ja, je zegt gewoon. Ja. 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 Heb je al een limiet gehaald? Voor het Nederlands kampioenschap heb ik ze bijna allemaal. Ja. En voor het Europees kampioenschap nog niet. Maar daar ben ik nu nog hard voor aan het trainen. Scheelt het nog groot verschil qua tijden wat je moet doen om de tijden toch te gaan halen waarvoor de limiet staat? Met sommige afstanden niet heel veel meer. Wat versta je onder niet veel? Het verschilt ook per afstand. Dus voor een 50 meter nog een halve seconde. Maar die tijd is dan al een jaar oud. Dus daar zit nog wel verbetering in. En wat is jouw tijd? Nou, op 50 vrij is dat 27:33 uit mijn hoofd gezegd. En het limiet is dan 26:84. Hey Jelsie, kan jij uitleggen aan de luisteraars en kijkers hoeveel jij er toch voor moet laten? Nou, ik kan eigenlijk niet naar feestjes en zo, want trainingen gaan voor. De trainingen zijn zwaar, maar ik heb er wel heel veel plezier in.
En sommige dingen kunnen niet, maar ik heb het er voor over. Heel mooi van je. De KNZB ziet het ook wel in je zitten, hè? Want daar heb je ook wat, wat mee. Vertel daar eens wat over. Ja. Vanaf dit jaar zit ik ook in het KNZB regionaal team. Dus dat is geselecteerde zwemmers die geselecteerde goede zwemmers bij de regio. En dan krijg je daar weer trainingen van een andere trainer. Ja, weet je, ik denk dat Lijs er nou voorbeeld heel trots op is. Volgens mij zie ik je moeder daar ook glimmen op dit moment. Nee, geen moeder. Nou ja, nee, ze staat... Tante is ook goed, toch? Beetje als moeder voelt het vanavond, hè? Wat fijn dat ze er is. Je hebt zeker veel supporters, toch? Ja, zeker, ja. Maar Jelsie, ik lees elk jaar jouw naam eigenlijk wel, hè? Bij die sportprijzen, hè? Hij wordt maar gauw 18, hè? Want dan word jij de sporter van het jaar, toch? Ja, ik hoop het. We zijn daar bijna doorheen. Dan komt toch weer die vraag die aan iedereen gesteld wordt. Maar als jij nou, wat ga je studeren? Wat studeer je? Nou, ik zit nu nog op de middelbare school in 3 VWO. Dus ik heb nog even te gaan. Iets met marketing? Ik weet het nog niet. Nou, stel dat je marketing doet, mag jij jezelf nu een beetje aan de kijkers en luisteraars vertellen waarom jij nou... Die prijs zou moeten winnen als sporttalent van het jaar. En alleen jij? Ja. Nou, ik denk dat ik mag gaan winnen omdat ik veel voor het zwemmen doe. Ik ben 10 keer Nederlands kampioen geworden. 2 keer over het algemeen klassement. En ja, ik doe heel veel voor het zwemmen. Ik laat dingen die ik ook graag zou willen, laat ik gaan. Omdat ik graag veel dingen wil bereiken met het zwemmen. Nou, mooi hè? Applaus voor Jelsie van Ruiven. En veel succes Jelsie. Ja, genomineerd voor sporttalent van het jaar. En daar kijk ik even naar de regie, wie wij nu hebben staan op het programma. Is en dan Lisa kijk ik even naar binnen? De floor manager. Lisa is nog niet binnen, anders gaan wij nu... Is Lisa binnen? Lisa Wijngaard is er nog niet, dan gaan wij naar een stukje muziek op dit moment... En, onderwijl kan je natuurlijk bellen naar 070-320-2266. Tot straks. Mixly TV. Elke dag een nieuwe editie. Heeft u tips, ideeën, een leuke foto? Mail het naar redactie@midvliet.nl. Midvliet TV. 072. Won't you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like they ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. I'm a begging you now, it's where we both to be. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation. I won't say you'll come along. Music can give lovers inspiration. It's just a place where we nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you've ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time, gonna go there? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's where we both to be.
kom je niet op de bil. Ja, beste luisteraars en kijkers. We zijn terug bij eigenlijk de eerste sportploeg van het jaar. En dat is de Voorburgse cricketclub onder 13 jaar. En jullie zijn volgens mij een heel herstel vrienden, want jullie zijn al sinds wanneer bij elkaar? De onder 7, denk ik. De onder 7. Dus dat is al 6 jaar. Dat is al 6 jaar, dus dat is, dat is al een hele tijd. Maar jullie hebben cricket ook als enige sport? Nee, ik speel nog hockey, maar de meesten spelen ook gewoon andere sporten nog. Zoals voetbal of ja, rugby, alles kan. Jij speelt bij Cartouche? Nee, HDM. HDM? Ja. En in welk elftal? D1. Jeetje, dus jij... Je speelt bij de cricket onder 13 en ook knap. En jij, wat doe jij voor andere sport? Ik speel voetbal. En waar? Noordorp, RKDO. Noordorp, RKDO. Leuk. Wat speel jij? Ik speel alleen cricket. Alleen cricket? Ja. Ik ook alleen cricket. Ik hockey ook bij HDM. Ik doe freerunning en schaken nog. Freerunning, dat is heel interessant. Want kan je ons vertellen wat freerunning inhoudt? Ja, het is eigenlijk gewoon, je probeert te rennen in een buiten over daken en flips, salto's en over muren springen, dat soort dingen. Ja, ik weet niet hoe je dat kan uitleggen. Ja, ik heb daar wel eens filmpjes van gezien. Cricket, ik ging zelf altijd kijken bij HBS naar cricket, maar ik heb nog nooit zulke jonge cricketers gezien. Wat maakt het spelletje... Cricket is zo leuk voor jou? Omdat het heel veel meer is dan alleen een bal slaan. Maar het is ook heel erg een denksport. En je kan er heel veel meer mee dan alleen een bal slaan en teruggooien. Je moet er ook veel beter over nadenken. Weet jij nou wat hij bedoelt? Ja, redelijk wel. Want je moet gewoon, als jij, bijvoorbeeld, je moet naar de ene kant of naar de andere kant gooien soms. En weet je, als je denkt, je moet er ook wel een beetje over nadenken waar je gooit. Bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Je moet goed nadenken. Arjan, we gaan zo nog even verder, maar moeten die kanjes niet even opnoemen wie ze precies zijn? Nou. Ja, dat is een hele goeie. Als je, dit is jullie moment of fame, hè, zeg maar. Voor nog net geen landelijke tv, mag je jezelf heel even voorstellen. Ik ben Cedric en ik ben een slagman en ik ben de aanvoerder. Ik ben ook de aanvoerder? Ja. Okay. Ik ben Allegro Nota, ik ben een beetje allebei wel. Ik ben Tom de Leden, ik ben ook een beetje allebei. De Leden? Ja, zeker. Ben jij van Mark de Leden, ben je van Tim de Leden of ben je... Ik ben van Tim de Leden. Oh, oké. Okay. Ik ben Shirshak Banerjee en ik ben batsman. Ik ben Miraj Mahmoud en ik ben gooier. Ik ben Carlijn van Koolwijk en ik ben ook gooier. Ik ben Steven Terug en ik ben bowler. Bowler, slagman. Ik vind cricket is een sport. Als ik ernaar ga kijken, dan moet je best wel een beetje geduld hebben voordat het een beetje spannend wordt. Hebben jullie het geduld om te wachten in het veld totdat het spannend wordt? Of ga je eigenlijk al vanaf het begin achter iedere bal aan om te kijken of je punten kan scoren? Eigenlijk aan het begin al achter elke bal aan. Maar soms spelen we ook hele langere wedstrijden en dan moet je het een beetje opbouwen vanaf het begin. En niet meteen heel veel willen. Dan moet je het voorzichtig beginnen en dan opbouwen tot het eind. En dan steeds meer risico nemen. En dat geduld heb jij? Ik heb redelijk veel geduld daarvoor, ja. Ik zie jou zo leuk lachen. De hele familie de Leden heeft dat altijd. Ja, de familie de Leden. Want, cricket is natuurlijk jou met de paplepel ingegoten. Ja, zeker. Ja. Mijn broer en mijn vader spelen het. Mijn opa heeft het ook gespeeld, dus zit zeker in de familie. Ja. En wat vind jij? Ja, ik speel eerst. Ik speel de eerste helft van de wedstrijd heel defensief. En dan ga ik de spel meenemen, diepte meenemen. En dan ga ik agressiever worden. Ja, ik doe dat rustig aan en dan ga ik naar boven opbouwen. En doe je dat de hele wedstrijd? Ja, soms wel, soms niet. Nou, de eerste bal is meestal een beetje rustig. Maar ik probeer wel gewoon altijd zo veel mogelijk erop te gaan. Ik ben eerst altijd heel rustig, maar als er dan een bal komt, dan probeer ik wel meteen het goed te doen. Als jullie zijn al heel lang bij elkaar. Is cricket nou een sport voor het individu of is cricket echt een sport voor een team?
Dus allebei, want er wordt heel veel als individu gerekend. Hoeveel je zelf runs hebt gemaakt en hoeveel je zelf je uitjes hebt gemaakt. Maar ook, je moet wel, uiteindelijk moet je het wel samen doen, want anders wordt het niks. Okay. Wat vind je nou voor jezelf leuker? Een 6 helemaal het veld uit of echt een waanzinnige vangbal? Ja, ik vind vangen wel leuker, maar ja, dat is gewoon, dat vind ik gewoon leuker. En waarom vind je vangen leuker? Ja, kijk, waanzinnig is altijd, dan wordt het heel veel nagekeken. En een 6, tenminste, het is wel een beetje de aandacht die je ervoor krijgt. Maar het is gewoon, ik vind vangen vind ik gewoon leuker. Vangen vind je leuker. En jij, wat vind je leuker? Scoren of verdedigen? Verdedigen wel, ja. Denk het wel. Echt? Ja, soms, maar ook weer niet. Soms dan heb je iets, dan denk je, ja, ik moet hem verdedigen. En soms denk je, ja, ik moet hem wegslaan. Dus, ja. Maar scoren is dus eigenlijk, voor cricket, ik heb nu 3 echte ras cricketers op een rij. Maar scoren is dus eigenlijk minder leuk dan een hele mooie vangbal. Ja, soms wel, ja. Wat vind jij ervan? Ik vind scoren leuker. Want dan kan je de hele wedstrijd ook... De hele wedstrijd spelen. Vangen kan je de hele wedstrijd pakken, maar scoren heb je nodig om te betten. Hoeveel overs heb je? Ik vind verdedigen leuker. En waarom vind je verdedigen leuker? Oh, ik ben ook wat minder goed in betten. Je bent toch de beste? Nee. Nee? Nee. Je zit er pas op? Nee, dat ook niet. Sinds om de 7. Nou, ik vind ook verdedigen wat leuker. Want ja, ik vind slaan, daar ben ik gewoon wat minder goed in. En verdedigen vind ik altijd wel leuk met duiken en zo. Dus nog veel trainen? Ja. Ik vind verdedigen leuker dan slaan, maar ik vind uitbolen het leukst. Ik mis één ding. Mij lijkt het leukste dat wicket om te gooien. Ja, dat is ook altijd mooi, hè? Dat ze zo van heel ver weg, als dan zo'n... Zo'n batsman aan het rennen is en twijfelt dan dat hij terug moet. En dat ze dan zo dat wicket omgooien. Ja, dat is ook een beetje verdedigen als je in het veld staat. En dat kan ook best lang duren, want je kan heel lang geen bal krijgen. Soms wel uren dat je geen bal hebt gekregen. En als er dan één bal komt, dan wil je er ook altijd meteen voor gaan. Dan heb je een keer de kans om het een keer echt goed te doen. Ja. Wat als jij terugdenkt in je onwijze lange carrière van cricket... Wat is dan jouw beste prestatie qua betten en qua vangen? Qua vangen, ik heb een keer een best wel mooie vang gepakt toen ik helemaal zeg maar uitstond. Ja. Daar was ik best wel blij mee. En qua betten, ja, een keer had ik 49 runs, dat is een beetje mijn highscore. 49? Ja, daar was ik wel blij mee. Als je de 50 hebt, dat heeft een speciale naam, hè? Ja. Hoe heet dat ook alweer? Een half century. En dan... Ja, dan mag je je bed omhoog doen en dan iedereen juicht voor je. Als je er net eentje niet hebt, dan is dat balen. Is er iemand hier die wel eens een halve century gebed heeft? Of een hele? Echt? Een halve century? Ja, wel. Ja. En tegen wie? Tegen Amsterdamse Cricket Club. Check. Twee keer. Kampong naast Utrecht, Utrecht Stadion. En ja, wie nog meer? Nee, volgens mij was dat HCC, ja. Ik had tegen HCC 1 keer en rood en wit. En, dat is Haarlem, hè? Ja, en ja, dat is het. Ik had de hoogste 48, dus net geen 50. Slechte scheidsrechter. Ja, mijn hoogste was ooit 43, maar hoger ben ik nooit gekomen. Wanneer komt die 50? Zo snel mogelijk. Moeten we allemaal komen kijken dan? Elke wedstrijd altijd. Ja. En wanneer spelen jullie dan? In de zomer spelen wij op zondag in de ochtend. Toch niet om 7 uur? Nee, om 9 uur. Om 9 uur. En hoe lang duren die wedstrijdjes dan voor jullie? 3 uur ongeveer. Ongeveer 3 uur, ja. 3 uur, 2,5 uur. En de 50 al? Nee. Ik weet niet wat mijn hoogste is. Ik denk niet heel hoog. Ik ben niet de beste in betten. Maar ik denk niet heel hoog. Hans, ik ga even de aanvoerder, want we zitten bijna door de tijd heen. Ik ga even de aanvoerder vragen. Dat mag wel, hè, jongens.
om even te vertellen waarom iedereen op VCC onder 13 moet stemmen. Omdat we een heel hecht team zijn samen en omdat we al heel lang bij elkaar zijn. En we zijn nu al 3 jaar op rij kampioen. En we hebben het elk seizoen heel leuk samen en we zijn samen een heel leuk team. Nou ja, ik zeg helemaal top. Dank jullie wel, jongens. Dank voor jullie komst. En zorg dat ze op je gaan stemmen, hè, allemaal. Dat kan op de website en dat kan nog telefonisch vanavond. Met Fleet FM. Via 2 FM-frequenties. 1072-1079. De radiosensatie met Fleet FM. Ja, we zijn weer in de uitzending en voordat we gaan praten met Jim Sabiran van de Voedselbank Leidschendam-Voorburg, nog even zeggen dat we, jullie kunnen allemaal stemmen natuurlijk op je favoriete sporter of vrijwilliger. En dat is 070-320-2266 en dan krijg je Laura of Martijn aan de telefoon en die stemmen tellen mee voor het uiteindelijke resultaat op 13 februari. Goed, inmiddels is hier aanwezig Jim Sabiran van de Voedselbank. Genomineerd is Jim, want laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Jij bent een kanjer op dit gebied. Voedselbank is heel erg noodzakelijk. Daar gaan we het natuurlijk ook heel even hebben in Leidschendam-Voorburg ook. Je doet dat tezamen met 25 vrijwilligers ongeveer, hebben wij begrepen. Ja, ik zou bijna zeggen, hoeveel liefde heb jij voor om andere mensen in ieder geval iets moois te kunnen geven? Nou, in zoverre. Voordat ik begon bij de Voedselbank, heb ik eerst vrijwilligerswerk gedaan bij wijkvereniging Palestijn in Zoetermeer. Na 3 jaar heb ik besloten om
wat anders te doen. En ik heb besloten om te solliciteren bij de voedselbank Leesam Voorburg. Ik werd 6 jaar geleden aangenomen en sindsdien ben ik werkzaam daar bij de voedselbank. En over de liefde gesproken, het doet me heel goed en veel plezier als ik mensen de tassen kan overhandigen en ik zie hoe blij ze naar huis gaan. Dat doet me echt deugd en ik doe het gewoon met plezier. We zijn op de dinsdag en de woensdag geopend, maar ik ben 7 dagen per week bezig met de voedselbank. Ja, het is zo dat in Nederland hebben we allemaal wel wat met de voedselbank. Dat vinden we belangrijk. Hoe hoog is die nood in Leidschendam-Voorburg van mensen ja, die toch van heel weinig centjes rond moeten komen? We hebben op dit moment rond de 100 cliënten. Ja. En daar zitten ongeveer 100 kinderen bij. En 250 personen, dus in totaal. 250 en tussen de 250 en 300 personen. De nood is heel hoog. Niet iedereen geeft zich op. Puur misschien uit schaamtegevoel. Maar de nood is erg hoog in Leidschendam. Ja. Nu wil ik toch even het over u hebben, want u bent degene toch die genomineerd is. Niet omdat u dan er bovenuit steekt in vergelijking met die andere vrijwilligers, maar u heeft net wel iets, een draai waarschijnlijk die anderen ook zien van die man moeten we nomineren. En ik weet dat het een moeilijke vraag is, maar wat is uw kracht dan? Ik ben operationeel hoofd bij de voedselbank Leesendam-Voorburg. En ik probeer 25 vrijwilligers aan te sturen. Daarvoor zorg ik dat ze allemaal op tijd komen. En ook de drive hebben om mensen te helpen. Ja? En dat lukt me tot nu toe heel goed. En ik doe het nogmaals met heel veel plezier. Zoals ik eerder gezegd heb. Als ik een kind op locatie ziet die langskomt met moeder of met vader en ze gaan blij naar huis, dat geeft me heel veel voldoening. Ja? En daar doe ik het eigenlijk voor. Eigenlijk voor de mensen en ik wil mezelf eigenlijk niet, hoe noemt u dat, op de voorgrond prijzen, maar ik doe het puur voor de mensen. En dat vind ik gewoon belangrijk. Heeft dat altijd in u gezeten? Bezig zijn voor die anderen, bezig voor de mensen die het moeilijk hebben? Ja, dat heeft altijd in mij gezeten. Dat zeggen ook de meesten, maar het heeft altijd in mij gezeten. Groot respect. Heeft u nog vrijwilligers nodig? Op dit moment hebben we genoeg vrijwilligers, maar ik zou iedereen willen oproepen. Mensen die tijd hebben, graag als vrijwilliger opgeven. Want ze doen iets goeds voor de mensen en het geeft gewoon voldoening. Dank u wel namens al die mensen, maar ook zeker de bevolking van Leidschendam-Voorburg. Het eerste uur zit erop en wat ons betreft graag tot na 8 uur. Want dan gaan wij door met de genomineerden van al die sporters en vrijwilligers. Tot straks.